Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen als nu. Tegenover elke 100 werklozen staan 126 vacatures. We hebben het dan over het derde kwartaal, juli, augustus en september van dit jaar. Een kwartaal eerder was die verhouding nog 106 vacatures tegenover 100 werklozen. Nou, daarmee is er nu sprake van een heus landelijk vacature-record. En hoe kijken ze op de ROC van Twente naar deze spanning op de arbeidsmarkt? Aan tafel hebben we Reina Jans, hoofd studievoorlichting van ROC van Twente. Reina, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is een record aantal vacatures. Dat zijn gouden tijden voor een ROC, kan ik me voorstellen. Ik hoorde het vanochtend ook op de radio. En ik was ook verbaasd, maar ook eigenlijk... kan je het ook wel voorstellen, want de economische groei is zo hoog. Hè? En dan is het aantal vacatures ook meteen veel hoger. Ja. Op ons ROC zijn we de mensen voor de arbeidsmarkt aan het voorbereiden. Precies. Maar wij kunnen natuurlijk niet nu al een hele batterij aan sollicitanten ophoesten. Hè? Dat gaat hem niet worden. Snap ik. Want die studieopleidingen duren 3 of 4 jaar bij jullie. Precies. Dat duurt eventjes. Ja. Heel even, want ons studievoorlichter, is dat wat we vroeger decaan noemen? Is dat ongeveer hetzelfde? Of, het woord decaan gebruiken ze nog wel op het voortgezet onderwijs. Hè? Bij ons hebben we studieloopbaanbegeleiders. En als hoofdstudievoorlichting mag ik mijn studieinformatiepunt aansturen. En daar hebben we er een paar van. En dat is een informatiepunt waar studenten kunnen komen en zeggen van joh, wat moet ik nou precies, wat voor studie? Ik wil misschien wel dit worden of misschien wel dat. Moet ik me dat erbij voorstellen? Nou ja, wij richten ons ook met name op leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ja. En we gaan ook naar het voortgezet onderwijs toe. En wij hebben bijvoorbeeld een open dag, hè, aanstaande zaterdag, waarin we leerlingen nu de vierdejaars vragen om te komen. Maar we richten ons ook op volwassenen. Want die volwassenen die misschien wel willen omscholen of bijscholen, kunnen natuurlijk ook die vacatures gaan vervullen. Hè? Helder. Ja. Ja, snap ik. Hey, wat zijn nou de, want daar zul jij dan een beetje kijken op hebben, stel ik me voor. Wat zijn nou de vacatures? Dan heb ik het even over onze regio, hè, Twente. Wat zijn nou, zeg maar, in welke sectoren zie je de meeste vacatures op dit moment? Nou, ik ben natuurlijk niet zo in de materie van vacatures, maar wel in welke opleidingen wij hebben. Maar je weet natuurlijk wel dat er in de zorg en in de techniek, maar ook in de bouw, eigenlijk op heel veel fronten er vacatures zijn. Hè? Ook in de horeca, je hoort het op het landelijk nieuws, maar ook bij ons in de regio heb je die vacatures uiteraard. En we willen natuurlijk mensen daar heel graag in opleiden. Maar we merken nu dat ze voor dit schooljaar er heel veel aanmeldingen zijn voor de zorg. En dat heeft natuurlijk ook van alles te maken met corona. Mm-hmm. Dus gewoon heel veel kinderen, zeg maar middelbare scholieren nu, die zeggen van... Ja, die kiezen voor de zorg. Ik wil wel wat met die zorg. Maar ook voor onderwijsassistent bijvoorbeeld. Want ook daar zijn de geluiden. Hè? We hebben te weinig leerkrachten, we hebben te weinig onderwijsassistenten. Dus ook daar zit te veel animo. Het klinkt heel nobel en tegelijkertijd denk ik van juist bij dat onderwijs en zeker ook die zorg natuurlijk, die is ongelooflijk uitgekleed in de afgelopen decennia. Een van de problemen waar we nu tegenaan lopen. En er wordt ook weinig aan gedaan volgens mij. En toch vinden leerlingen dat kennelijk dan aantrekkelijk. Nou, het is natuurlijk wel heel zinvol. Hè? En zij horen dat natuurlijk ook. En ook de tekortkomingen. En wij kijken ook altijd wel naar waar kinderen, leerlingen, waar ze zich blij van, waar ze blij van worden. Ja, dat vroeg me wel even af, hè? Want hoe ga je dan met kinderen erover in gesprek? Want aan de ene kant heb je daar de behoefte op de arbeidsmarkt. Als je die opleiding doet, dan heb je een redelijke baanzekerheid, want daar vragen ze veel mensen. En tegelijkertijd heb je daar natuurlijk ook gewoon een individu. Ja. Wat is nou, hoe sturen jullie dat? En we hebben ook geen glazen bol. Hè? Nee. Dus we kunnen niet zeggen over 4 jaar zijn dit de meest kansrijke beroepen. Maar over de zorg zou je toch wel kunnen zeggen over 4 jaar. En toch zeggen we altijd van doe wat bij je past. Kies wat bij je past. Hoe moet een kind dat weten? Joh? Toen ik, hoe oud zijn die kinderen? 15, 16, schat ik. Ik had geen idee hoor, wat nou bij mij zou passen. Nou, dat begint al op het voortgezet onderwijs. Hè. Daar hebben ze loopbaan en oriëntatie. Dus daar hebben ze mentoren die hun daarin begeleiden. Wij beginnen eigenlijk in de derde klas op het VO al voorlichting te geven. Dat doen we branchebreed, zodat ze een beetje kunnen kijken van welke branche past nou bij me, zonder nog meteen aan een bepaalde opleiding of een bepaald beroep te denken. Ja. En zo in de vierde klas,
dan, hè, daarom hebben we ook nu een open zaterdag. Nu begint echt de oriëntatie op een opleiding. Ja. En dan zeggen we, kom naar open dagen, ga meelopen. En laat je ook thuis informeren. Hè? Misschien heb je wel oom of tante, of misschien je ouders. Hè? Maar probeer zoveel mogelijk input te krijgen. Maar vraag ook, wat denk jij dat het beste bij mij past? Ja. Want kinderen zijn natuurlijk ook in hun brein nog eigenlijk niet toe aan dit soort keuzes. Maar we proberen ze daar wel zoveel mogelijk mee te helpen. Ook via onze website bijvoorbeeld. Hè, kun je een studiekeuzecheck doen. Ja. Dus helpen is bij ons het dus allerlei advies. Instrumenten en gesprekken om in ieder geval een keuze te maken. Ja. Maar nu even naar die opleidingen van jullie zelf. Want ik kan me voorstellen, stel je krijgt een enorme hoos aan kinderen die graag iets met de zorg willen. Ja. Kan je dat überhaupt wel bieden? Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment zijn die opleidingsplekken ook vol. Nou, het gaat met name ook om stageplekken. En op dit moment zijn er wel extra klassen gemaakt voor dit jaar. Maar het heeft natuurlijk wel ergens een limiet. En daarom werken wij ook met instroombeperkingen. Dus als er, nu niet hè, op dat soort, maar als het te gek wordt, dan en dat kunnen we voorzien, dan moeten we dat wel. Want alles heeft te maken met stageplekken. Een beroepsopleiding. Dat is heel even, hè? Want ik kan me voorstellen, want jij zegt, stageplekken, dat is echt het meest lastige. Intern, als het gaat om opleiders en om voorzieningen op school, aantal klaslokalen, aantal stoeltjes, gewoon heel bazaal. Dat is niet het grootste probleem, hoor ik je dat zeggen? Alles haakt in elkaar natuurlijk. Hè? Okay. Maar een beroepsopleiding bestaat voor ook een groot gedeelte uit stage. En als je die niet kan geven, dan kan een leerling niet leren wat hij zal moeten leren. Waar heb je de grootste tekorten als het om stages gaat? Daar, nou, bijvoorbeeld in de artiestenbranche. Hè? En in. Waar hebben we. Daar waar wij nu instroombeperkingen op hebben, daar heeft het met name te maken ook met stageplekken en ook met de kans op werk. Hoor jou zeggen artiesten. En waar zitten die andere instroombeperkingen als het om opleidingen gaat bij jullie? Ik heb ze zo niet paraat. Ik verwijs daarbij altijd naar de website bij ons. Ja. Daar staat bij elke opleiding wel als er een instroombeperking is, wat die instroombeperking is. Maar soms hebben we ook extra toelatingseisen. En dat bedoel ik eigenlijk met artiest. Daar moet je wel iets voor kunnen. Snap ik. Hè? En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een sportopleiding. Daar moet je ook wel iets voor kunnen. Ja. Hè? Dus dan is het niet een instroombeperking, maar dan zijn het extra toelatingseisen. Ja. Hey, nou hebben jullie zaterdag een open dag. Ja. Volgens mij zou dat een mooi feestje worden met iedereen welkom en ballonnen en confetti en noem het op. Maar we dachten dat we konden uitpakken, want onze leerlingen, onze toekomstige studenten hebben natuurlijk de afgelopen periode zich moeten behelpen met beeldschermen en zo. Ja. Dus wij hadden zoiets van, nu kan het weer. Maar er zijn natuurlijk nog weer extra maatregelen genomen. Hoe gaat het eruit zien zaterdag? Wat gaan we doen? Wat soberder. Mm-hmm. Maar het gaat met ons met name nu om de voorlichting. Dus wij vragen leerlingen om zich aan te melden vooraf. Om in de gangen mondkapjes te dragen. Zoveel mogelijk afstand te houden. Maar met één begeleider te komen. En om onze, we hebben een soort van tijdslot op achternaam. En we hebben gevraagd van de eerste letters van het alfabet graag alleen 's morgens. En de andere dan 's middags. Maar dat is wel een vrijwillige spreiding, zeg maar. We gaan mensen niet bij de deur weigeren. Nee, snap ik. Hey, dus graag aanmelden van tevoren? Ja, wel graag. Ja. En dan, hoe ga je leerlingen helpen? Want ik kan me voorstellen dat het lastiger wordt om ze een field te geven voor die opleiding. Ja. Want je kunt ze niet in een lokaal neerzetten of met z'n allen aan een klus. We gaan ze wel in een lokaal neerzetten. En daar geven we dan voorlichtingen. En dan gaan ze daar ook echt zitten, zeg maar. En ja, maar dan daar ze waar zitten, het kan. Ja, ze moeten wel zitten. Want dan mag ook het mondkapje af, zeg maar. Hè? En dan, maar het gaat om de voorlichting, dus informatie op dit moment. En ze kunnen dus ook wel de locatie zien. Maar het beleven,
dat is er dit keer niet bij. Zijn er andere mogelijkheden om dat te doen? Heb je nog iets te bieden? En wat zijn die mogelijkheden? Wij hebben ook nog open dagen in de rest van het jaar, dus in januari en in maart. Maar wij vragen ook leerlingen of ze willen meelopen op opleidingen. Daar zijn ook data voor en daar kunnen ze zich aanmelden. En dan kunnen ze dus meelopen in de klas. Ja. Oké. En aanstaande zaterdag, als mensen zeggen van hey, ik wil een kijkje komen nemen, waar kunnen ze zich aanmelden? Op onze website, rocvantwente.nl/opendagen. En daar vinden ze ook alle informatie. Fantastisch. Over opleidingen in een bijzondere periode natuurlijk van corona. Tegelijkertijd ook beperking op de arbeidsmarkt. Ja, precies. Zoek naar mensen. Reina Jans was dat. Dankjewel. Dankjewel.